Dus Geke, jij kreeg een uitnodiging van Paleis Soestdijk. En wie was dat? Nee, ik kreeg een uitnodiging van de commissaris, Oh, van de van commissaris. de koning, van de koningin. Ja. Want de commissaris van Beatrix, de andere commissaris van Bernhard, die was Ja. weg. En die man zei dus, ik ben de commissaris van. En toen zei ik dacht dat ze een van de vrienden een grijntje uithaalde. Dat deed ik mezelf ook wel. Dus ik zei ook, ik ben de burgemeesteres van Heesbeen. Ja. En toen zei hij, ik ben het echt. En ik zei, ja, wat denkt u van mij? Maandags vertel ik dit op de redactie, Brabants Dagblad, aan mijn collega's. En de jongens, potverdikke me, is er één achter mijn rug om de Rijksvoorlichtingsdienst gaan bellen. En toen bleek het waar te zijn. En toen kwam die collega, die kwam terug en die zegt: ik heb de commissaris van de koningin voor de telefoon. En toen zei hij: ik ben het echt. En wat was u ook alweer? Burgemeesteres of zoiets? Ja, zo is het gekomen. Ja, Hilarisch toch? ja. Maar Geke, prachtige anekdotes. Maar even terug naar jouw kinderjaren. Dus jij bent in Soest gaan wonen, of daar woonde jij met je Geboren, ouders en met je Soestdijk. Soestdijk. En je ging daar naar school? Ik heb, het was een aprilschool. Ik heb 2 maanden daar op school gezeten. Toen kreeg mijn vader een beroep naar Dordrecht. En dat was een septemberschool. Met andere woorden, ik heb maar heel kort in de eerste klas gezeten. Het ging. Jij ging gewoon door naar Ja, de tweede ja. klas. Ja, in Dordrecht. In Dordrecht, ja. ja. En daar heb je je lagere schooltijd afgemaakt? Ik heb daar op de ULO gezeten later. Ja. En toen is er iets gebeurd waardoor ik van huis ben weggegaan. Ja. Ik heb vakantiewerk gedaan in een ziekenhuis van een psychiatrische inrichting, Vogelenzang in Bennebroek. Daar heb ik een zeer ernstige, bijna uitgestorven variant van tuberculose opgelopen. Phtisis, ander woord, vliegende tering. Dat is een hele korte incubatietijd en dan ben je binnen een aantal dagen dood. Er waren net medicijnen uit Amerika en er was streptomycine, was allemaal nieuw en ze hebben mij er doorheen weten te slepen. Een wonder. Ja. Ja. En En daar zit het. hoe lang heeft alles bij elkaar geduurd? 1,5 jaar. Ik heb een paar maanden in het ziekenhuis gelegen, helemaal afgeschermd. Want Ja. besmettelijk. En daarna heb ik een kleine 1,5 jaar in zonnegloor gelegen. Ik wilde verpleegster worden. De ziekenhuizen wilden je niet meer hebben. Nee. Geen probleem. Ik ben daar verpleegster geworden en later alsnog doorgestroomd naar een ziekenhuis. En Heb jij goed. je opleiding gedaan? En dan heb ik iets heel bijzonders uit die tijd. Ik heb met mijn 16e verkering gekregen met Jan. En dat mocht niet. Oh. Jan was niet van onze kerk. Mijn vader was dominee. Het enige juiste geloof voor de gereformeerde kerk. En wat was Goed. Jan? Wat was Jan? Jan kwam wel eens in de hervormde kerk, maar was niet Oh, kerkelijk opgevoed. nee. Ik ben dus ziek geworden. Wij hebben stiekem daarom verkering gehad. En toen is er iets heel moois gebeurd. Jan, ik lag daar doodziek in het ziekenhuis. Mijn schoonmoeder is vanuit de Biesbosch, Dubbeldam, gefietst naar onze pastorie in het Ruijpark in Dordt. Dienstmeisje deed open, die zei: ja, maar de dominee heeft op het ogenblik geen spreekuur. Maar Jan's moeder was doortastend, ze zei: ik wil hem wel spreken. Goed, op de studeerkamer wilde mijn man, mijn vader, haar een hand geven. En toen deed ze zo. En toen zei ze: dominee, u bent dominee, maar u bent wel heel verkeerd bezig. En daar is mijn vader heel van geschrokken. Vanaf dat moment hadden wij toestemming
om verkering te hebben. Nou, je weet, 7 jaar verkering, 60 jaar getrouwd. Ja. Wij hadden heel fijn huwelijk. Ja. En mijn schoonouders en mijn ouders zijn later bevriend geraakt. Och, zie. Zo kan het gaan. Zo kan het gaan, ja. Ja. En jullie hebben 7 jaar verkering gehad? Ja, dat kwam en door ziekte, ja, studie. Dus je bent hersteld en studie. Ja. En toen zijn jullie getrouwd? Ja, daar gaat even iets aan vooraf. Dat, eigenlijk is het een wonder. Jan, die kon aan elke, Jan was een populaire jongen, die kon aan elke vinger wel een meisje krijgen. Een mooie man. Ik word ziek. Eén, werd hij aanvankelijk dus geweerd, omdat hij niet gereformeerd was. Zijn vader en moeder waren, dat waren gewoon boerenarbeidersgezin. Mijn moeder kwam toch wel uit een duurder milieu. Gelukkig mijn vader niet. Goed. Dat is heel bijzonder. Jan is, die heeft echt gekozen voor mij. Terwijl die dus andere meisjes kon krijgen. En die is 1,5 jaar lang op een bromfiets is die naar, zondags naar Soest en terug. Zo. Doe dat zo. Maar eens na. Ja. Ook in de winter, ook toen het vroor, toen het sneeuwde. Jan kwam elke zondag mij opzoeken. Ja. Ja. Geweldige relatie hebben jullie gehad. Hè? Ja. Tot laatst toe. Ja. 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 Maar goed, we kennen Jan ook allemaal. Hè? Als een goede Jan man. Jan is ja, bekend onder de ouderen. Ja. Hij heeft heel veel voor andere mensen gedaan. Ja. 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 Maar Geke, jij bent ook niet, niet van de wereld weg geweest. Want jij hebt ook heel veel betekend voor andere mensen. Mede door jouw boeken. He, jij hebt heel veel mensen geïnterviewd, heel veel, ja, dat weet ik tussen. En het ook allemaal opgeschreven en het wordt nu ook allemaal bewaard. Maar in jouw, want toen even terug naar de tijd na jouw verkering, jullie zijn dus getrouwd in Dordrecht? Dat is leuk. Oh ja. We zijn getrouwd op het gemeentehuis in Dubbeldam. Dat is nou een stadswijk, maar het was toen een bisbosdorp. Ja. En in de kerkdomein, vader. Zo, ja. Ja, heel bijzonder. Ja. Ik maak even een grote boog. Ja. Wij kregen van mijn vader een trouwbijbel. Er staat een hele lieve tekst in. En Jan is dus, zoals jullie weten, 10 juni, dus 9 maanden geleden overleden. En hij is begraven. De bijbel heeft daar gelegen. Met de tekst waarmee we getrouwd zijn. Oh, ja, dat is ontroerend. Ja. Ja. En jullie hebben kinderen gekregen? Wij hebben 2 kinderen gekregen. Ja, ja, ja en ja. Die hebben ook weer kinderen gekregen? Wij hebben 3 kleinzonen. 3 kleinzonen. En ze wonen een beetje in de buurt? Ze wonen in de buurt, ja. In de buurt, ja. Haarsteeg, Oosterwijk. Oh, dat is nou bijna dat je even op de koffie kunt komen. Ja, ja, ja. Nou, maar het is wel fijn dat ze dicht in de buurt zijn gebleven natuurlijk. En dat wij een heel hecht gezin hebben. Ja, daar ben ik heel blij mee. De kinderen die zijn fantastisch voor mij. Ja. Ik zit het niet op te hemelen. Ja. De kinderen doen iets wat ze graag willen en dat vind ik belangrijk. Dat is het allerbelangrijkste. Want even terug naar jouw arbeidszaam leven. Want ben jij al bij de krant begonnen voordat jij trouwde of tijdens jouw trouwen? Nee, heel raar. Ik kwam in... wij zijn door een reden verhuisd naar hier. Ja. Onze jongste dochter... Die is 4 jaar om de haverklap, longontsteking, oorontsteking. Totdat we erachter kwamen via een nieuw laboratorium in Nederland, een isotopenlaboratorium, dat zij roet van Dupont en de Moer, de fabriek waar nu zoveel over te doen is, in haar bloed, in haar longen had. Oh. En dat maakte haar continu ziek, ze had altijd koorts. Wij kampeerden bij vrienden die bos hadden in Drunen. En wij zijn daardoor, wij waren daar bekend voor Jansen. Jan was landbouwkundige in heel Nederland. Was het geen probleem waar we woonden. Naar Drunen verhuisd.
Oh. En bloed heeft er nooit meer last. Echt waar? Ja. Maar toen, tijdens jouw trouwen, ben je bij de krant terechtgekomen. Begrijp ik dat goed? Ja, mooi luisteren. Dat is een raar verhaal. Ik paste bij de buren op. Ja. In Drunen. En er komt een vrouw die kwam geld ophalen, want de juffrouw van de buurkinderen die ging trouwen. Oh. En vertelt dat haar man heeft bij de krant gewerkt als correspondent, maar hij was gestopt door allerlei problemen. Ik zeg tegen Jan later, dat zou ik ook willen. Ja. Dat zou ik ook willen. Ik gesolliciteerd, maar die sollicitatie is weg. Die zijn ze kwijtgeraakt. Half jaar later staat er een redacteur, Wim Klaassen, staat die zegt, u heeft gesolliciteerd. En toen, ik moest mezelf bewijzen, wat ik voor opleiding had, ja, verpleegkunde. Ja. Ja, hoe ik er eigenlijk bij kwam. Ja. Om correspondent alleen van Drunen. Oh. Heel simpel. Oh. Ja. Dus door ervaring. Niet door opleiding, maar door ervaring. Mooi luisteren. Ik heb het met de geboorte meegekregen. Ja, precies. Er zijn een heleboel dingen die ik niet kan. Dit kan ik. En waarom heb ik dit ook gekund? Dankzij Jan. Jan zei, Geke, wat wij verdienen, daar nemen we hulp voor. Dan kan jij rustig werken. Ja. Voor de kinderen zorgen, want die zijn altijd één geweest. Ja. En dan besteden we jouw verdiening. Ja, 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 ja. Maar de vroeg, ik ben in het begin ook bij een andere krant geweest. Heel leuk, Nieuwsblad voor het Land van Heusen Altena. Daar kon ik op een gegeven moment in vaste dienst komen. Ja. En dat is beter, want alles ging naar de belasting. Alles, veel. Ja. En het Nieuwsblad Land van Heusen Altena heeft 116 jaar bestaan. Is overgenomen door Brabants Dagblad. Ja. Nou, toen was ik weer terug bij af. En ja, toen zeiden ze weer welkom gegeven. Bij het Brabants Dagblad. Ja. Ja, nou, hoe kan het bestaan? Zeg maar, ik stelde jou net de vraag, tijdens jouw werken bij het Brabants Dagblad, schreef je toen ook al boeken? Of kwam dat later? Nee, toen ging ik bij het Nieuwsblad weg en ik had daar een rubriek van huis uit. Ik liet mensen, daar ben ik zomaar opgekomen, daar zit ik in de auto en denk ik, dat lijkt me een leuk onderwerp. En dan was het altijd goed. Ja. Dus ik heb meer dan 100 mensen geïnterviewd over wat is er in jouw huis gebeurd. Prachtigste verhalen, ook ernstige verhalen over de oorlog, over de watersnood. Ja. En toen zei de hoofdredacteur, het was de chef, die zei, Geke, dit gaat verloren, hier moet een boek van komen. En die heeft gewoon een uitgever gebeld en binnen 6 weken was er een boek. Echt waar? Ja. Zo makkelijk ging dat. Ja. En toen kwam er zomaar een onderwerp voor een tweede boek. Want laatst heb ik dan toch nog gehoord, jouw boek over de winkeltjes. Oh ja, dat hij heel goed wordt verkocht bij de Heemkunde Kringen. Oh, maar daar weet ik allemaal niks van. Ja, dat weet ik al. Nee. Leuk is dat om te horen. Hè? Zeg maar nog even terug naar jouw leven. Nou, op een gegeven moment, bij jou zijn de kinderen de deur uit en je krijgt meer tijd voor jezelf. Ben je toen gewoon je werk voort gaan zetten of heb je het ook nog uitgebreid of zijn er andere dingen bijgekomen? Toen de kinderen de deur uit gingen, ik ben lid van een aantal dingen geworden. Ja. Ik heb leren Britsen met een vriendin die hier woont. Ja. Ik heb niet altijd alleen maar gewerkt, nee. Ook om je heen gekeken. Ja, natuurlijk. Aandacht besteed aan de familie, aan de vrienden. Ja, samen met Jan. Je moet niet iets romantiseren. Tuurlijk is er hier ook wel eens een deur dichtgeknald. Weet je wat Jan dan zei? Ik denk even om de sponningen. Of als ik terugkwam, dus in de kamer, ik moet dan even weglopen. Want dan ga ik in je drift, zeg je dingen die je weer terug moet trekken, die niet kloppen. Maar dat kennen we allemaal. Hè? Maar dan kwam ik terug en dan zonder iets zei Jan,
Ach, ik zal het je maar vergeven. Wel ver! Ja, zo ging dat. Zo ik ging denk dat. Dat wij een heel goed huwelijk hadden. Dat denk dat ik. Dat denk ik. Ja, dat weet ik wel zeker. Ja. Ja, ja. Met een fantastische man. Ja. Er staat daar een beeld. Dat is een bronzen beeld. Dat heeft in de kerk gestaan toen Jan is begraven. Dat beeld het volgende uit. Jan, die Waar is Jan begraven? Jan is begraven hier in de Katerijnenkerk in Heusden. Heusden. Ja. Dat heeft voor in de kerk gestaan. Ik heb naast dat beeld gestaan en verteld wat dat beeld... Dat hadden we nog maar heel kort gekocht. Ja. Wat dat beeld betekende voor ons. Het is een man die een vrouw op zijn handen draagt. Oh. Jan droeg de ouderen op zijn handen. Die heeft heel veel als voorzitter van Senioren Heusden voor de ouderen betekend. Ook als ze 16 clubs daaronder. Het lag feitelijk op zijn kont toen Jan gevraagd is om daar voorzitter van te worden. Jan heeft dat met een paar nieuwe bestuursleden weer, dus niet alleen hoor, als team weer in de stijgers gekregen. 400 leden. Toen Jan een hersenstaminfarct kreeg en daarna longvlieskanker. Ik weet niet hoeveel kaarten er voor Jan zijn binnengekomen. Ouderen bleven kaarten schrijven. En er was een kerstviering en Jan kon weer een klein beetje lopen. En die moest dat openen, was in de remise in Drunen van Senioren Heusden. En toen heb ik gevraagd, ik heb Jan naar de microfoon gebracht. Ik zei, maar Jan, mag ik eerst even iets zeggen? Heb ik gevraagd aan de mensen, weten jullie hoe ze Jan noemen in revalidatiecentrum De Tolbrug? Nou, dat vonden mensen, wat is dat nou toch? De fanclub van Jan. En zo is het gebleven. Ja. Tot aan zijn overlijden, altijd maar weer, kon niet bij de supermarkt komen. Hoe is het met Jan? Ja. Heel warm. Ja, daar ben ik heel dankbaar voor. Ja, dat is zo. En na zo'n lang huwelijk. Ja. Het is natuurlijk verschrikkelijk. Ja. Als je zo actief bent. Ja. En je moet machteloos in je stoel zitten. Hij kon niks meer. Nee. En dat was moeilijk. Ja, heel moeilijk voor Jan. Ja. Ja, ja. En jij kon ermee omgaan? Ja, dat is geen... Tuurlijk. Ja, nou, is niet iedereen gegeven hoor, Geke. Wij hebben... Ik zal het zo zeggen, hij kreeg eerst een hersteninfarct. Ja. Dat was heel ernstig, want Jan is 5 dagen in levensgevaar geweest. Dankzij de medici, en ze zijn er net op tijd bij geweest om Jan een bloedverdunners in de halsslagader te spuiten. En daardoor heeft hij het overleefd. Hmm. Of, dankjewel. Ja. Hij is toen vanuit het ziekenhuis naar de Tolbrug. Geweldig, zoals hij daar behandeld is. Ja, schatten lopen daar rond. Nou, Jan is teruggekomen. Jan kon weer lopen. Niet 100%, 90. Hij kon de hond weer met mij uitlaten. En toen ging hij hoesten en toen kreeg hij longvlieskanker. Toen vroeg hij aan de betreffende longarts, hele aardige man, hoe lang denkt u dat ik heb? En toen zei hij enkele weken tot maanden. 3,5 jaar, waarvan tot de laatste 2 maanden wij nog een heel fijn leven samen gehad hebben. Ja. Met heel veel mensen om ons heen, de verpleging, ja... Ja. Zulke aardige mensen, de steun van de kinderen, hoeveel bezoekers we hier krijgen. Ja. Heel geweldig. Ja. Jan moest, na dat herseninfarct, was de bedoeling dat hij naar een verpleeghuis ging. En toen stelde die betreffende arts de vraag, waar willen u naartoe? Naar Rosmalen of naar Waalwijk? En ik ben een flap uit.
Ik zei over mijn lijk, hij gaat nu nog mee naar huis. En toen zei die arts, mevrouw, dat mag ik graag horen. Ja. We hebben heel veel steun gekregen en het ging hier prima, het liep hier geolied. Ja. En alle zusters dronken. Hier, 's morgens koffie. Hoe vroeg of laat ze ook kwamen. Ja. Nooit een woord gevallen. Fantastisch. Ja, ja. Dus Geke, we komen een beetje aan het einde van ons gesprek. Prima. Ik begrijp, jij krijgt terug op een welbewogen, goed leven samen met Jan. Ja. En dat jij nog heel lang hier van deze mooie plek waar je nu woont, dat je daar mag blijven wonen. En wij wensen jou het allerbeste en alle goeds. Dankjewel hoor.